Entree. Voor betalen in het OV. Het is 2019. De OV-chipkaart is op een groot aantal punten verbeterd en verder ontwikkeld. Onder de nieuwe naam Entree is elektronisch betalen in het openbaar vervoer volledig ingeburgerd. Entree staat voor eenheid. Eén website, een entree-terminal bij balies van alle vervoerders en ook bij alle serviceautomaten kunnen reizigers terecht. Hierdoor weten gebruikers altijd waar ze terecht moeten voor entree-gerelateerde zaken. Om gebruik te maken van het openbaar vervoer hebben reizigers een sleutel nodig, waarmee ze kunnen betalen en het reisdomein kunnen betreden. Er zijn twee soorten sleutels, een e-paper display card en de Entree app. Op de sleutels staat alle informatie die reizigers nodig hebben om goed geïnformeerd en zorgeloos te kunnen reizen. Voor de e-paper kaart betalen reizigers een borg, de app kan gratis worden gedownload. Ook kunnen reizigers gebruik maken van enkeltjes, waardoor het openbaar vervoer te allen tijden voor iedereen toegankelijk is, ook voor incidentele reizigers. Bijvoorbeeld voor toeristen of automobilisten, of voor reizigers van wie de sleutel kwijt of stuk is. Gebruikers kunnen na aanschaf van een sleutel, of dit nu is bij een balie of een automaat, deze direct gebruiken. Ook alle aangeschafte reisproducten werken direct. Bij sleutelmigratie worden alle gegevens, reisproducten en saldo automatisch overgezet op de nieuwe sleutel. Betalen voor reisproducten kan door te reizen op saldo, je stort een bedrag op je sleutel en daarmee betaal je, of met reizen op rekening. Aan het eind van de maand ontvang je een rekening. Saldo opwaarderen kan met bankpas, creditcard en contant, bij balies, serviceautomaten van alle vervoerders en in winkels met een entree-terminal. Reizigers kunnen ervoor kiezen om saldo automatisch op te laten waarderen. Dit kan geactiveerd worden op de entree-website en bij balies en automaten van vervoerders. Reizigers kunnen op verschillende manieren een selectie maken uit de door alle vervoerders aangeboden reisproducten. Reizen op rekening. Op basis van reeds gemaakte reizen wordt achteraf bepaald welke reisproducten het voordeligst waren en er wordt in één keer afgerekend. Abonnementsadvies. Op basis van vooraf opgegeven reisvoorkeuren kunnen reizigers online of bij een automaat advies krijgen over het beste pakket aan abonnementen. Dit biedt een nog voordeliger prijsniveau dan reizen op rekening. Doe het zelf. Reizigers stellen zelf een pakket aan reisproducten samen door verschillende mogelijkheden te combineren. Reizigers kunnen kiezen voor een basis- of plus-dienstenniveau. Onder plus vallen meer geavanceerde reisproducten en betaalvormen die aan een persoon gekoppeld zijn, zoals jaar- en trajectkaarten en reizen op rekening. Voor plusdiensten moet de sleutel dus geregistreerd worden. Alle apparatuur waarmee reizigers te maken hebben, de interactiepunten, zijn consistent qua fysieke verschijningsvorm, schermlayout en feedback. De gebruikte terminologie, visualisaties en audiosignalen zijn begrijpelijk voor alle reizigers. Het gedrag van de interactiepunten kan worden aangepast aan de persoonskenmerken van een gebruiker. Deze kan bijvoorbeeld kiezen voor communicatie in het Engels of in het Nederlands. Of aangeven dat hij of zij een beperking heeft, zoals slechtziendheid. Alle interacties met de gebruiker van alle interactiepunten worden hierop aangepast. Alle metro- en treinstations hebben een gesloten betaalgrens, waardoor gebruikers simpelweg niet meer kunnen vergeten om in of uit te checken. Binnen het treindomein hoeven gebruikers alleen aan het begin en einde van de totale reis in en uit te checken, ook als ze overstappen van de ene naar de andere vervoerder. Bij het verlaten van een voertuig worden gebruikers uitgecheckt zonder dat ze daarvoor iets hoeven te doen. Voor vervoersmiddelen met een vaste ritprijs, zoals veerboten en pendelbussen, wordt de ritprijs door één keer in te checken betaald. Uitchecken is niet nodig. Ook in taxi's kan worden betaald met entree.
Reizigers kunnen met vragen en problemen altijd terecht bij servicepersoneel, ter plekke of op afstand via een communicatiepaal. Bij problemen geeft apparatuur duidelijk aan wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden. Daarnaast wordt er een probleemomschrijving op de sleutel geplaatst, zodat servicepersoneel of serviceautomaten gelijk kunnen zien wat er aan de hand is en een passende oplossing kunnen bieden. Als Entree een probleem constateert, bijvoorbeeld een gemiste uitcheck, probeert het systeem dit eerst automatisch op te lossen. Lukt dit niet, dan ontvangt de reiziger een berichtje wat er aan de hand is en wat hij of zij eraan kan doen. Een kapotte kaart kan direct worden omgewisseld bij een balie of reizigers ontvangen snel een nieuwe per post. Bij vertraging krijgen gebruikers die hun telefoon als sleutel gebruiken automatisch geld terug. Dankzij Entree is in 2019 elektronisch betalen in het openbaar vervoer gebruiksgericht en breed geaccepteerd. Vervoerders en overheden zijn geen tijd en energie meer kwijt aan discussies over gebruiksproblemen en imagokwesties. Nederland wordt wereldwijd gezien als een voorloper op het gebied van elektronisch betalen in het openbaar vervoer. Maar bovenal hoeven reizigers zich geen zorgen meer te maken over het selecteren en betalen van reisproducten, maar kunnen ze doen wat ze willen doen. Werken, kletsen of gewoon genieten van de reis. Nederlanders zijn zo tevreden over betalen in het OV dat ze in het buitenland opscheppen over hun Entree. Entree voor betalen in het OV.